Nou, wat heel specifiek is voor Enkhuizen is dat de stad vier keer is gebombardeerd met twee keer slachtoffers. Eén keer veel en één keer eentje, bij elkaar 24. Dat is heel specifiek. En het zijn bovendien bombardement door de Engelsen. Mm-hmm. Ja, er is ook een hele actieve verzetsgroep geweest. Er is ook alle straatnamen in een bepaalde buurt in de buitenwijk van Enkhuizen. Die zijn allemaal genoemd naar die verzetstrijders. Mm-hmm. Dat is ook een echte knokploeg bovendien. Dat is echt, er is hier wel behoorlijk wat gebeurd in die oorlogs. Ja. We hebben straks een trompetist die speelt de tap toe. Daarna is stilte, dan hoor je de Zuidertoren nog wel slaan. Mm-hmm. Als de 2 minuten voorbij zijn, speelt de Zuidertoren, het carillon, Frits Reinhardt, ter stadsbeheer, die speelt dan met Wilhelmus. Daarna leg ik samen met Dieneke van Tongeren, dat is de voorzitter van het 4-5 mei-comité, 1 krans namens de gemeente en namens het 4-5 mei antidiscriminatiecomité. Dat doen we samen. Het is 4 mei 2020 en ik sta hier bij de Stedenmacht, ons Enkhuizer oorlogsmonument, samen met Dieneke van Tongeren, voorzitter van het 4 en 5 mei antidiscriminatiecomité. En u? U wordt gemist. Waar elk jaar honderden samenkomen om te herdenken, is het Wilhelminaplantsoen nu leeg. Dat een virusuitbraak ooit de 75 jaar oude traditie van samenkomen en herdenken zou kunnen doorbreken. Wie had dat kunnen denken? Maar dat een virus onze stad ervan zou weerhouden om zijn gevallenen te eren, dat past niet bij Enkhuizen. En dus staan we hier met z'n tweeën namens u. Op 5 plaatsen in de stad klonk zojuist een trompet voor Taptoe en Wilhelmus. Vanaf het carillon in de Zuidertoren klonk het Wilhelmus, evenals het carillon van het Koperwiekplein. In de loop van de dag zijn bloemen gelegd bij de oorlogsgraven en het monument op de Dreef. Alles zonder aankondiging om samenkomsten te voorkomen. Wij staan hier om te gedenken. Namens u, de slachtoffers van oorlog en geweld. Wij gedenken in het bijzonder de slachtoffers van de bombardementen op Enkhuizen, 24 in getal, en spreken ons medeleven uit met hun nabestaanden en de overlevenden, van wie een aantal nog in de stad wonen.
Wij gedenken in het bijzonder de stadgenoten die zijn weggevoerd uit Enkhuizen en nooit meer zijn teruggekeerd van dwangarbeid of vernietigingskamp. We spreken ons medeleven uit met hun nabestaan. Wij gedenken in het bijzonder de militairen, de verzetstrijders en de bemanningen van de koopvaardij uit onze stad die het leven hebben gelaten in de strijd. We spreken onze bewondering uit voor hun moed en ons medeleven met hun nabestaanden, van wie velen nog in onze stad wonen. Wij gedenken in het bijzonder allen in deze stad die door uitputting, honger en ziekte als gevolg van de oorlogshandelingen zijn overleden. We spreken ons medeleven uit met hun nabestaanden, uw geliefde, uw vader of moeder, opa, oma, broer of zus, daardoor veel korter hebben gekend of misschien zelfs nooit gekend. Wij gedenken in het bijzonder de mensen in onze stad die kinderen en kleinkinderen zijn van hen die wat wij noemen fout waren in de oorlog. Zonder schuld hebben zij als hun nakomelingen vaak een zware last moeten dragen. We gedenken ook in het bijzonder de militairen die het leven hebben verloren voor onze vrijheid. De oorlogsvliegers die hier op de begraafplaats liggen. Al die Canadezen, Polen, Amerikanen en Engelsen die een laatste rustplaats hebben gevonden op andere plekken in ons land. We hadden graag een aantal nog in leven zijnde Canadese veteranen op 7 mei, de dag van de bevrijding van Enkhuizen, hier als helden willen ontvangen. We hopen dat het volgend jaar alsnog kan gebeuren. In elk geval is namens onze stad een groet overgebracht aan deze oud-strijders. Vrijheid. Hebben wij van de generatie van na de oorlog de vrijheid niet altijd als vanzelfsprekend beschouwd? En zie, een virus. En we zijn een groot deel van onze vrijheid, met name onze bewegingsvrijheid, kwijt. Een in de grondwet vastgelegd recht als de vrijheid om samen te komen met wie je wilt, is ineens een letter en niet meer een alledaagse werkelijkheid. Zo snel kan dat gaan. We weten waar we het voor doen. Het tijdelijk opgeven van een deel van onze vrijheid. We weten het allemaal. Maar het valt ons allen vaak zwaar en voor velen is de eenzaamheid of de zorg over gezondheid, inkomen, bedrijf, bestaanszekerheid, zelfs loodzwaar. En dan is het morgen bevrijdingsdag. 75 jaar vrijheid zelfs. Ik wens ons allen daarmee heel veel geluk. 75 jaar vrede in vrijheid is weinig landen gegeven. Van een uitbundig vieren zal geen sprake zijn. Daarvoor zijn de beperkingen te heftig. Maar toch, ook ingetogen kun je vieren. Elkaar feliciteren met deze grote dag. Thuis met je kinderen, of online, met familie of goede bekenden. En stilstaan bij het ongekende feit dat nu al 3 generaties in vrede en vrijheid geboren zijn. Uniek in de wereldgeschiedenis. We staan hier om te gedenken. We gaan van hier.